Dit is een bespreking van het tweede gedeelte, althans het tweede gedeelte in het Latijn van paragraaf 40 van boek 21 van Ab Urbe Condita. Scipio spreekt nog steeds zijn mannen toe bij de rivier de Ticinus vlak voor het eerste treffen met Hannibal. In het voorafgaande heeft hij gezegd dat die Carthagers dat die toch wel heel erg verzwakt moeten zijn na die overgang over de Alpen. 2/3 van hun mensen zijn ze kwijt, zo zei hij onder andere. In het begin van deze tekst doet Scipio alsof iemand uit het publiek een tegenwerping doet. En dat betekent ad enim. Dus zoiets als, maar je vergist je beste Scipio, want... Ik heb het vertaald met ja maar, je zou kunnen zeggen dat. Zij zijn weliswaar met pauki, met weinig, het zijn er inderdaad niet veel. Maar ze zijn, moet je weer aanvullen, vigentes, krachtig, vigens, van een werkwoord vigeren, het is een ppa eigenlijk. Maar ze zijn sterk met hun geesten, animis, en met hun lichamen. Quorum roboraak vires, vic sustinere vis ula possit, van wie? Nauwelijks vix enig geweld, dat vis ula, dat is hier het onderwerp, van wie nauwelijks enig geweld kan weerstaan, kan weerstand bieden aan hun robora krachten en vires, krachten en sterktes, krachten en krachten. Het is een tautologie, robora ac vires. Dus ze zijn met niet zoveel inderdaad, maar ze zijn wel sterk. Dat zou iemand kunnen tegenwerpen. En Scipio beantwoordt dan zijn eigen zogenaamde vraag met immo, nee, in tegendeel. Effigies zijn het, dat zoent moet je weer aanvullen. Een effigies is een schim van groep 5, dus effigies is ook het meervoud. Schimmen zijn ze, umbrae hominum, schaduwen van mensen. Beeldspraak. Ze zijn enecti, uitgeput door, en dan in een opsomming van vier met een asyndeton, door fames, door honger, door kou, door smerigheid en door viezigheid. Die laatste twee dingen betekenen ongeveer hetzelfde. Contusie, ze zijn verpletterd, in elkaar gebeukt, betekent contunderen ongeveer, en debilitatie en verzwakt, intersaxa tussen rotsen en kloven. Stilistisch is deze scène opvallend. Ad hoc, daarbij nog, bij dit nog, zijn hun artus, zijn hun ledematen praeusti, artus van groep 4, dit is een nominatieves meervoud, en dat kun je zien aan dat praeusti, dat is ook een nominatieves meervoud, aan de voorkanten verbrand letterlijk, dus de uiteinden van hun lichaamsdelen zijn verbrand. Hun spieren zijn rigentes, verstijfd, rigere is stijf zijn, dit is ook een ppa eigenlijk, verstijfd door sneeuw. Hun membra, ongeveer hetzelfde als die artus van net. Hun ledematen, die zijn torrida, verschroeid. En dat betekent hier ook bevroren, gelu, door vorst. Quassata, beschadigd en gebroken zijn hun wapens. Kreupel en zwak hun paarden. Dus Scipio doet hier zijn uiterste best om zijn soldaten duidelijk te maken dat die Carthagers niet alleen met weinig zijn, maar dat ze ook niets waard zijn. Cum hoc equite, met cum hier voorzetsel, met de ablativus equite, met een equite is eigenlijk enkelvoud, met deze ruiter, met deze voetknecht, pugnaturi estis, zijn jullie zullende strijden, staat er letterlijk. Jullie staan op het punt te strijden. In de vorige paragraaf zagen we deze combinatie ook. Met deze ruiter, asyndeton, met deze infanterist. En dat equis en pedites, dat staat hier natuurlijk voor de hele ruiterij. Metonymia. Reliquias extremas hostis non hostem habetis, daar staat het werkwoord. Jullie hebben de overblijfselen, de laatste overblijfselen, hostis genitivus van een vijand. Nog een asyndeton, niet een vijand hebben jullie. En niets meer, vrees ik,
niets meer dan, magis quam. Een werkwoorden van vrezen, verere is een deponens, vandaar de passieve vorm. Die hebben altijd nee als bijbehorend voegwoord. Ik vrees niets meer, en dat nee moet je dan vertalen met dat, niet dat niet. Ik vrees niets meer dan dat aan iemand zij schijnen. Nee, kui, kui is na nee hetzelfde als ali kui, betekent eigenlijk iemand. Ik heb het vergeten te vertalen, dus ik zeg het er maar even bij. Ik vrees niets meer dan dat zij aan iemand schijnen, dan dat aan iemand schijnen. En het onderwerp van dat filiantu, dat zijn die Alpen. Dat ik vrees dat aan iemand de Alpen schijnen Hannibal overwonnen te hebben. Vos cum pugna veritis. Wanneer op het moment dat, cum met de indicatieve pugna veritis, jullie zullen gestreden hebben, wanneer jullie gestreden zullen hebben. Dus als jullie eenmaal gewonnen hebben, zegt Scipio hier, alsof dat al vaststaat, dan zullen er mensen zijn die denken, ja, die Alpen hebben Hannibal en dat zijn leger overwonnen en niet de Romeinen. En dan heeft Scipio daar ook een verklaring voor, maar zo misschien paste het ook, hoorde het, maar zo hoorde het misschien ook, cum duce, met een leider. En dan staat er letterlijk, breker, ruptore van verdragen, met een leider. Ik heb dit als een bijvoeglijke bijzin vertaald, met een leider die verdragen schendt. Ac populo, en een volk. En ook daar moet je bij denken, ruptore foederum, dat verdragen schijnt. Dus zo paste het misschien. Dat de goden beginnen, zo paste het misschien dat de goden zijn begonnen of beginnen. Accusativus cum infinitivo die afhangt van dat decuit, maar zo misschien paste het, hoorde het, dat de goden beginnen, begonnen mag je ook vertalen, de goden zelf begonnen, leidend voorwerp is een oorlog, bellum, dat de goden zelf in oorlog zijn begonnen, sine, ula, huma, zonder open, zonder hulp. Zonder hulp, ula, zonder enige hulp, humana moet zijn, humana met een h aan het begin, typfout van mij. Zonder enige hulp, zonder enige menselijke hulp. Dus zo moest het misschien zijn. Met een leider die verdragen verbreekt en een volk dat verdragen verbreekt, dat de goden zelf beginnen zonder enige menselijke hulp, een oorlog, en dat de goden hun oorlog profligare bijna voltooien. Committer is dus een oorlog beginnen, profligare is ja, op het punt van overwinnen staan. En zo moest het misschien zijn dat wij configeren, afmaken. Dus met een oorlog die ga je eerst committeren, dan profligaren en dan configeren. En dat laatste is afmaken. Dat wij, zo moest het misschien zijn, dat wij die oorlog, moet je als leidend voorwerp weer aanvullen, tot een einde brengen. Die oorlog die al commissum begonnen en bijna voltooid was door de goden. En dan staat bij wij nog een bijvoeglijke bijzin. Wij die zijn. Die zijn violati, gekrenkt, secundum deus, onmiddellijk na de goden. Dus die goden die zijn zo beledigd door deze aanval, zegt Scipio, dat zij ervoor gezorgd hebben dat dat leger van Hannibal bijna verslagen is. Wij, die ook gekwetst zijn, onmiddellijk na die goden, hoeven het karwei alleen maar af te maken.